Tijms Mechanisatie heeft een pilotproject ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Na goedkeuring zal er een pilotproject van 4 hectare uitgevoerd worden te Powakka met het concept van Tijms, namelijk druppelirrigatie, bodemverbetering, investering in meer biodiversiteit en geïntegreerde bescherming tegen ziekten en plagen. Het doel van het 2-jarig project is om Tijms concept te toetsen en te demonstreren om vervolgens aan te tonen dat het voor de gemeenschap van Powakka toegevoegde waarde heeft. Op maandag 12 september hebben de delegatie, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de vertegenwoordiger van Powakka een onderhoud gehad. Tijdens dit werkbezoek heeft de delegatie ook een bezoek gebracht aan het staatsbedrijf Food and Agricultural Industries, de Nikeri, om de mogelijkheden tot samenwerking te bekijken.